Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag en ik heb het even aangekleed. Let niet op de troep en op Rick. Wat die haar aan doen. Ik heb een trui aan van de winkel van Joanne Store. Colbert is ook van Joanne Store. Ik heb mijn nieuwe tas om. Oh, het is weer echt een troep. Ik haat dat, hè. Ik heb broek aan van Joanne Store. En mijn schoenen. Van Dior. Ik ga nu even deze troep even opruimen, want het is echt heel erg. En daarna gaan we even kijken wat we gaan doen. Misschien dat we even naar de stad rijden en een ijsje gaan halen. Of ik weet het niet, want het is echt heel erg lekker weer. Het is nu 17 graden buiten en de zon schijnt, dus dat is echt fijn. Dus nu ga ik even deze bende hier opruimen, want het is echt een troepje. Dat zei ik van een vorige vlog ook volgens mij al drie keer. Het is een troep. Maar ja, dan heb je twee keer zo'n plek nodig. In ieder geval... Nu ga ik even, mijn kamer opruimen. Ik ben nu even Puk aan het uitlaten, maar ik word zo vrolijk van het weer. Gewoon weer even naar buiten, niet je windjas aan te hoeven. Lekker de zon, echt fantastisch. Lekker op mijn scooter rijden, omdat het ijskoud is. Het lijkt echt wel, het is gewoon in een week, is het gewoon 30 graden verschil. Het is echt bizar, een week geleden stond ik hier nog op het ijs. Dus dat is echt heel gek. Maar ja, we gaan waarschijnlijk zo even lekker met de scooter weg en... gewoon even buiten zijn, want het weer is echt lekker. Zo, we hebben het bij 1-8 lekker een wafel gehaald. Zoals je net kon zien, dat is echt heel erg lekker. En nu gaan we even naar de ijssalon om een lekker ijs te halen. Ijs daar is zo lekker, dus dat gaan we nu doen. We hebben net bij de markt al hebben we lekker een yo-yo gehaald en sushi. Dus dat gaan we nu hier opeten. Thuis. Het is nu 6 uur en ik ga lekker pasta maken. Dus dat ga ik doen. Dus ik ga weer lekker pasta met truffelsaus maken. Die we laatst in de vorige vlog ook op hadden. En die was zo lekker. Dus die gaan we weer maken. Voor de pasta heb ik deze pasta van de Jumbo. Die kan je ook bij de Albert Heijn halen. Champignons, rucola, kip. En deze saus is echt heel erg lekker. Die is van de Jumbo. En dat is deze. Die ga ik altijd voor de truffelpasta. Die is echt lekker. En dan pijnmobitjes. En jij bij pizza was dat, want jij vindt het weer niet lekker. Zeikut! Truffelzoon. Zeikut! Het is vandaag maandag. Ik heb even mijn haar gedaan, want het zat echt voor geen meter. Ik dacht echt, wou een video misschien met mijn moeder gaan opnemen. En het zat echt precies vandaag helemaal ruk. Maar ik heb even gewoon de krulborstel erheen gedaan, of de veenborstel. Het zit echt helemaal weer perfect, dus dat is fijn. Ik wil ook nog zeggen, ik heb op mijn vorige week vlog, of de week vlog daarvoor, had ik verteld over dat ik heel erg last heb van heel droge hoofdhuid, en dan vooral hier aan de rechterkant. Nu vroegen mensen wat ik ervoor gebruik. Ik heb van de dokter nu iets nieuws gekregen. Ik weet niet of je het zomaar kan halen ergens, maar dat is dus dit. Even kijken. Dit. Als die scherp stelt. Ja, deze. Dit heb ik van de dokter nu gekregen. Dit moet ik dan 1 keer per dag op mijn hoofdhuid doen. Waardoor het als goed minder wordt. En ik heb wel het gevoel dat het ook iets minder wordt. Dus dat is fijn. Ben ik nou ingezoomd of ben ik gek? Nee, ja, ik was een kwartje ingezoomd. Maar ja, dat helpt volgens mij wel. Dus daar ben ik heel erg blij mee, want ik had het echt al heel erg lang. Dus dat wordt minder. Nu ga ik even wat eten. Ik weet nog niet wat. Is heel vervelend. Ik ben altijd zo inspiratieloos. Vooral met ochtend eten is dat heel erg. Ik weet nooit echt, als ik mijn ochtend eet, dan denk ik van, wat moet ik eten? Dus ik ga maar even zoeken ergens weer in de kast of ik iets lekkers kan vinden. Dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb dit tasje om. Ik heb een cropped hoodie aan van Joanne Store. Mijn blazer is van de Zara. Mijn broek is ook van Joanne Store. En deze schoenen. Nu gaan we eerst even boodschappen halen. En daarna gaan we even een cadeautje voor mijn oma ophalen. Maar ga ik jullie niet laten zien, want mijn oma kijkt ook altijd mijn vlog. Dus dan weet ze wat het is, want die is bijna jarig. En daarna wil ik even wat lekkers gaan eten met mijn moeder ergens. En dan gewoon de auto opeten. Maar ja, dan hebben we dus even wat te doen vandaag. Dus ja, we hebben lekker 1-0 gehaald. Dus nu gaan we even ergens een plekje zoeken. En daarna
gaan we een mukbang opnemen. Zo, we hebben net een mukbang opgenomen. We hebben echt lekker gegeten. Nu gaan we nog even een yo-yo halen en misschien nog wat anders lekkers. En volgens mij is het mukbang echt leuk geworden. Daar ben ik echt blij mee. Maar nu gaan we nog even een ijsje of iets drinken halen. Zo, we komen net van de markt al en we hebben een lekker yo-yo gehaald. Normaal heb ik altijd alleen van die appelballetjes erin, maar nu heb ik ook van die lychee. Maar van die stukjes ingenomen. Het is echt heel erg lekker. Dus dat. Die gaan we lekker opsmingelen. We hebben net even een yo-yo bij mijn oma gebracht. En nu gaan we even kijken voor een Fiat. Ik wil heel graag een Fiat als ik daar mijn rijbewijs heb. Dus niet dat ik hem nu in ga kopen. Maar we gaan gewoon even kijken. Want we hebben toch niks te doen. Want dat is gewoon leuk. Je hebt toch niet zoveel te doen. Al zitten we maar thuis. Ik vind deze kleur zo leuk. Het is een beetje oranje, roze, ja, ik vind die kleur zo leuk. Ja, rood vind ik ook wel heel leuk. Ik vind alle kleuren leuk. Op mijn Fiat vind ik alles leuk. Ja, ook hier een lege groene, die is ook zo leuk. Even kijken. Kijk, de grijs. Ik vind alles leuk. Kijk, deze. Deze is zo leuk. Deze is echt fantastisch, dat lege groen. Ik vind deze echt leuk. Ik ben even de mukbang aan het editen en ik vind hem zo leuk geworden. Ik ben er echt blij mee. Mijn moeder had de hele tijd, zei dit. Volgens mij waren we echt stil. En volgens mij deed het. Volgens mij, mijn moeder vindt het zelf nooit leuk op beeld. Maar ze vindt hem gelukkig zelf wel heel erg leuk. En we zijn echt de hele tijd aan het praten. Mijn moeder dacht dat we heel erg stil waren. Maar ik vind hem echt heel erg leuk geworden. Dus die komt woensdag al online. En ik ben heel erg benieuwd of jullie het leuk vinden dat ik zoveel mukbangs upload. Want ik heb nu eigenlijk 3 keer op rij een mukbang nu geüpload. En hij wordt wel heel goed bekeken, de mukbangs. Maar ik weet niet of jullie dat te veel vinden. Ik vind het heel erg leuk zo om te kijken. Ik kijk altijd op een week of op een mukbang bij mensen. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie dat leuk vinden. En of jullie het ook leuk vinden als ik dus elke week een mukbang upload. Of gewoon om de week. Of sowieso wel vaak. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie het leuk vinden. Laat het weten. Deze mukbang staat al online. Dus als jullie die willen zien, kan je die al kijken. Dus ja, ik vind het echt leuk voor hem. Eten, eten! Nou, we hebben vanmiddag 1-8 gegeten en nu gaan we lekker bonen eten. Oh, daar heb ik wel echt wel zin in. Mijn moeder maakt altijd bonen met komkommer. En dat doet ze dan in hoe heet dat? Zuur. In zuur. Hoe heet dat spul wat je in doet? Azijn. Azijn doet ze dan. En dan doet ze peperzout en heel suiker. Dat is zo lekker. Dat gaan we eten, heb ik echt zin in. Ik heb net een mukbang geënten. Echt leuk. We gaan nu even een film maken. Dus ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ben nu even Pukje aan het uitlaten en daarna moet ik werken. Dus ja, de zon schijnt weer lekker. Ik hou echt zo van de zon. Echt fantastisch. Ik heb geen winterjas aan, terwijl ik mijn winterjas wel heel leuk vind. Maar ik vind het weer gewoon echt heel lekker. Dus daar ben ik echt blij mee. Gelijk voel ik me alweer een stukje beter. Want ik voel me niet zo lekker. Een paar dagen geleden. Maar het gaat nou weer wel beter. Vooral door het wordt weer. Ik ga nu Puk uitlaten en dan moet ik werken. Dus ik weet niet of ik nog iets interessants mee maak op werk. En dan zie ik jullie daarna weer. Gisteren had iemand bij de bestelling gevraagd of ik mijn handtekening en wat leuks er wou bij zetten. Dus dat heb ik net gedaan. Ik ben nu de bestelling even aan het inpakken. En dan komt hij naar jou, Romy. Ik ben weer thuis. Ja, heel goed vandaag. Ik heb mijn oma vroeg wat we eten. En ik heb vooral pannenkoeken gegeten. Dus we gaan lekker pannenkoeken met spek eten. Oh, ik zo zin. Dus ik kan niet wachten. Ik kom net uit de douche en het lijkt echt een spook. Ik heb wallen hier, Tokio en ik ben heel wit. Maar ik heb dus. Ik zit dus een beetje proberen om die krullen te maken. Ik ga het zo even feunen, maar. Ik ben echt benieuwd. Ik wil niet zeggen dat ik krullen heb. Dan krijg ik meer mensen. Hey, je hebt hem maar in krullen. Als moet het nat al krullend zijn. Maar het is nu nog een beetje natter. En ik zit er nou gewoon wat in te gooien. Wat we hier thuis hebben staan. Dit zit ik erin te doen. En ik ga nog even kijken. Mijn zusje heeft ook krullen. Dus. Nou, mijn zusje heeft meer krullen, denk ik. Dus zij heeft allemaal dingetjes daarvoor. Dus ik ga even kijken wat ze heeft. Maar ik ben echt benieuwd. Ik ga zo met deze föhn. Die was echt 10 euro. Ga ik het proberen. Ik lijk wel poeder. Het lukt me gewoon niet. Ik ben het een beetje aan het proberen met die föhn. Maar kijk hoe eruit zie je. Ik lijk wel een wit spook. Maar het lukt me gewoon niet. Ik ga ermee stoppen. Het is echt verschrikkelijk.
Ik zit een beetje die föhn te proberen. Deze. Maar ik zou mijn god niet weten hoe het werkt. Ik heb het nog geprobeerd, maar ja. Jammer, geen krullen voor mij. Ik heb het niet helemaal geprobeerd. Nou, dat was niet echt een succes. Ik heb mijn haar gewoon even weer in de klos gedaan. En dat ga ik morgen nat maken en even föhnen. Want morgen moeten we weer foto's maken. De persconferentie is net geweest. En we mogen weer, nou ja, niet weer shoppen. Maar we mogen shoppen op afspraak. Dus dat gaan wij in de winkel ook doen vanaf na 3 maart volgens mij. Dus ja, daar ga ik zo even een story voor maken. En even mijn vlog ga ik zo editen. Dus dat ga ik nu doen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb mijn haar gekruld. Ik moet nog een beetje uitzakken. Alleen, ik laat het nu even zo zitten, anders is het dadelijk snel uit. Ik ga zo weer foto's maken voor de winkel. En ik ga eerst even wat eten. Ik weet nog niet wat. Oh, ik zag pannenkoeken liggen. Maar ja, ik had er gisteren heel erg trek in, maar nu eigenlijk niet meer. Want ik heb gisteren zoveel pannenkoeken. Dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb een colbertje aan van Joanna Store. Topje is ook van Joanna Store. Zo'n kort topje. Deze tas, broek is van, ja, goeie vraag. Oh ja, rotaat of zo. Ik weet niet hoe het uitspreken en ik weet ook niet of dat een merk is, maar dat zat er op mijn trui en op die broek, dus dat. En deze schoenen, die moet ik echt vaker dragen. We dragen ze eigenlijk echt te weinig. Ja, we zijn weer klaar voor vandaag. Dit is de wat we allemaal op de foto hebben gezet. Dat was aardig wat. Dus dat komt morgen. Dat is donderdag. Om 6:00 allemaal online. We hebben zo ook nog wel leuks meegenomen. Dus ja. Ga je rijden, Puk? Ga je rijden? Ga je rijden. Ga je auto rijden, Puk? Ik. Oh, wat een mooi licht dit. Ik heb een pakketje binnen. Oké, dus ik beloof, dit is echt mijn laatste pakketje. Vorige week vlog waren echt veel pakketjes. Maar ik heb er nog één van de Zara. Die heb ik echt voor mij gisteren besteld. Of eergisteren? Nee, gisteren volgens mij. Dat is nog heel snel binnengekomen. Ik ga even kijken of ik de camera hierop kan neerzetten. Ja, kan wel, maar zien jullie hem ook niet. Ik ga het even uitpakken. Er zit dus een trui in. Kijk of ik er open krijg. En ik zag die kleur en ik dacht echt, oh mijn god, die moet ik hebben. Oké. Okay. Ja, deze trui. Echt heel leuk. Kijk die kleur. Deze. En dat is dan met dit aan de onderkant. En die hebben we al in het zwart voor mij. En een andere kleur. Dus ik weet wist welke maat ik moest hebben. Dat is chill. Ik heb een M genomen dat die een beetje oversized valt. Echt super leuk die kleur. Ja. Ik heb ook nog wat leuke dingen op de zaak meegenomen. Zoals haar mond. Dit topje. Deze twee t-shirts in het zwart. Deze. En die valt heel erg oversized. Dus ik heb gewoon een emmetje genomen. En in het wit. En dit broekrokje. Vind ik wel heel leuk met een zwart colbertje of zo. Dit. En dat had echt perfect. Dus die dingen heb ik ook weer van de zaak meegenomen. Kijk, ik heb nu die trui aan. En ik heb een emmetje genomen. En zo, als je kan zien, is die lekker oversized. Echt, ik vind die kleur ook heel erg leuk. Het doet alleen maar lekkerder weer. En ik bestel ook weer een trui. Maar ik zag deze kleur en ik dacht echt, die wil ik. Dus. En deze hele leuke broek, die heb ik ook meegepikt vandaag op de winkel. Echt super leuk is die. En hij zit ook heel erg hoog. Kijken, kijk. Vind ik ook echt een leuke broek. En die kan je vinden op Divello. En dan onder de code 77539. Dat is de code van die broek. Dus dan kan je hem opzoeken. Maar echt zo leuk. Echt een spijkerbroek. Ik heb het laatst opgeruimd. En nu heb ik ook gewoon weer alweer 2 stapels vol spijkerbroek. Het is echt... Ik heb echt een spijkerbroekentik. Ik vind spijkerbroeken zo leuk. Maar ik vind ook broeken maken gewoon echt je outfit ook. Als je stom een broek aan hebt, dan is je outfit niet leuk. Het is echt heel erg schaamdood. Morgen, het is vandaag donderdag. Wel donderdag. Gisteren zei ik dat donderdag was, maar het was woensdag. Ik had even mijn haar weer een beetje opnieuw gekruld. Ik moet weer even uitzakken. En even weer mijn haar gaan zoals gisteravond zat. Toen ik de foto had gedaan, vond ik het wel leuk zitten. Dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb deze trui aan van Subdued volgens mij. Volgens mij wel. En die nieuwe spijkerbroek die ik jullie liet zien gisteren van Joanna Store. Ik ga me nu even opmaken. Even mijn sieraden in doen. En dan... Met deze even goed aan. En dan ga ik weer werken vandaag.
Deze oorbellen ook nog laten zien. Deze had ik voor mij in mijn vorige week vlog of nog in deze vlog aan jullie laten zien. Die had ik van My Jewelry, maar ik draag deze zoveel. Ik vind ze zo leuk en ik krijg best wel vaak de vraag waar heb je sieraden van. Dus ik dacht misschien is dat ook leuker om vaker te delen als ik iets heel vaak draag. Of ik iets heel erg fijn vind of iets. Mooi is het nog zo dat ik het dan aan jullie laat zien. Want ik heb 3 gaatjes, maar de laatste paar dagen draag ik eigenlijk alleen deze zo. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Want ik vind het wat leuk omdat ze wel iets groter zijn en wat stugger, zeg maar. Oh, doei! De zon schijnt weer zo lekker, iets te lekker. Ik kan niks meer zien, een beetje hier. Ik heb deze bodywarmer aan, ik vind hem zo leuk. Ik vind sowieso mijn outfit leuk, als ik het mag zeggen. Kijk. Oké, ik ga nu werken. Hi. Zie je er leuk uit? Goed, hè? Mijn schoen aan. Je zei toch in de mukbang dat je daar te oud voor voelt? Nou, daar heb je zo aan. Ja, wel op vindt. Sushi besteld, oh ja. bij I Love Sushi, die waar we toen in mukbang ook hadden opgenomen. En dat was zo lekker, dat gaan we eten. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik ben nu even Pukkie aan het uitlaten. Ik heb al mijn spullen al gepakt, omdat ik zo'n 3 uur kom ik me ophalen. Want zijn oma is jarig, dus dat gaan we lekker wat eten. Dus nu ben ik even Pukkie aan het uitlaten en daarna ga ik werken. We moeten weer verder met heel de winkel indelen, want we waren gisteren niet zo ver gekomen, omdat best wel veel werk is. Dus we gaan vandaag meer mee verder. Ben je zielig, Puk? Hij was helemaal vies. Oh, je oor blijft hangen. Je oor, Puk. Dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb een colbert aan van de Zara. Daaronder heb ik dit nieuwe shirt aan die ik gisteren zien van het Joanna Store. Daar heb ik mijn broek aan van de Zara, die Split en mijn Jordans. En nu ga ik naar de winkel toe. Bijna heel de winkel is ingegaan, alleen ik ga nu even naar de kleding maken omdat we een jasje hebben waarvan er een gat zat in de mouw. Dus nu hebben we de halve mouw afgeknipt. Alleen wil ik er nu een giletje van maken, dus zeg maar dit stuk moet eraf, dat mouwtje. En dan is het dus zeg maar een soort giletje zonder mouwen met franjes aan de achterkant. Dus dat ga ik nu even laten maken. Zo, ik heb net opgehaald. we gaan nu naar Rick's huis. Ik heb even zo een bloemetje gekocht voor zijn oma, want die is jarig vandaag. En ik wou mijn jasje ophalen, maar was helaas niet klaar. Oh, is dat? Kon je wachten mee. Maar de jasje is helaas niet klaar, dus die zie ik pas na het weekend. Ik was echt benieuwd. Maar. Ja, juist goed. Vanmorgen is het. Pakken, maar nu gaan we in ieder geval naar Rick toe. Ik heb ook echt heel veel spullen mee. Spullen voor Rick's moeder, mijn eigen spullen, mijn computer voor iets. Mijn bodywarm met schoenen en nog een tas. Dus dat weekend overleven. Zo, we hebben net... Gaat hij onder... Gaat hij onder de tafel? Heerlijk gegeten. Net al een tijdje terug. Al een tijdje geleden. Nu gaan we een hele leuke serie kijken. Of nou ja, documentaire. Hoe heet dat hotel ook weer? Hallo? Cecil ofzo. Waar ben je? Ik ga je zeggen. Waaah! Oh, ik
ik wou het weer doen. Ja, Cicel heet het hotel. En het is echt super leuk. Normaal als een zeezeil. Dat is een superleuke documentaire. Dat is niet dus die gaan. Die is wel superleuk. Er worden allemaal mensen dood in de gaf. Hij wil altijd tegen me ingaan. Maar. Nee, je wil altijd tegen me ingaan, dat is gewoon zo. Dus die gaan we nu verder kijken. Cecil. Dit is de serie. Hoe spreek je nou ook weer uit? Cecil. Cecil. Dat is ieder. Heb je laten zien? Ja. Nou, in ieder geval, wij gaan dat nu kijken en dan gaan we lekker slapen. Dus we. Ja. Zien jullie morgen weer. Morgen, het is zaterdag. Hoe vaak eindigen wij? 3. Ik heb het even gedoucht, omgekleed en opgemaakt. Nu ga ik naar beneden even wat eten. En van vandaag doen we weer nog niet. Maar dat zien jullie wel, want. Uiteindelijk ga ik toch wel wat doen. Dus ja, ik ga even beneden even eten. We lopen nu in Dordrecht. We zijn naar Dordrecht gereden net. En we gaan nu naar een zaak waar je allemaal die lekkere koekjes kan kopen. En zo'n, hoe noem je zo'n wafel? Zo'n bubbelwafel of zo. Ik weet niet hoe het heet, want die bobbels zijn. Pop. Nee. Ja, maar dat heet van die cakejes, van die ronding eten, die popcakes. Maar dat, in ieder geval zo'n wafel met ijs. Dus dat gaan we nu doen, want... Ja, ik zag het online en we hebben vandaag niet zoveel te doen, dus dachten we rijden we daar even heen. Nou, we zijn er. Nu heb ik een... Die wafel ziet er zo lekker uit. Oh, ga ik eten? Kijk, zo'n wafel bedoel ik. Kijk, ja. Waarom moet ik me niet op hulp doen, joh? Mijn ouders lopen daar, maar je ziet ze niet. Maar mijn fluit eten ze horen ons niet. Ik ga ze laten schrikken. Oh nee, hij gaat ze omdraaien. Shit, nee. Ah, cute! We zijn al de hele tijd aan het fluiten, maar jullie horen ons niet. Zo? Ja, die wou ik. Die met dat soort marshmallow. Zou je een grote doosje hebben? Zo'n kilo chocola. Ja, lekker man. Is die lekker? Ja. Moet ik er even afhalen. Nee, maar die nootjes, die vind ik niet zo lekker. Mmm. We zitten weer in de auto. We hadden nog even een rondje gelopen op de markt. En nu zijn we op mijn oude camping. Die zijn nog vrienden van ons. Dus gaan we even langs. Nu gaan we even nog langs ons oude campinghuisje. Al zo leuk. Kijk, daar rijden mijn ouders. En dan gaan we even langs vrienden van ons. Echt leuk. Echt zo leuk om te zien allemaal weer. Hier bij de hele haven zitten. En speeltuin. Oh mijn god, dit is zo leuk om te zien hier. Die ging wat barbecuen en daar is het zwembad hier achter. Is een zwembad binnen? Ja, in de haven. Dat ging ik altijd wakeboarden, dat was zo leuk. Kijk, hier was ons. Kijk, ze hebben de kerstversiering nog hangen. Ik ga stuk. Ons themeset staat er nog. Oh, ze zien ons. Oh shit. Kijk nou. Echt leuk. En daar staat een schuur. Oh mijn god, zo leuk. Dat was ons huisje. En hier stond. Oh, kijk nou, hier stond mijn vriendin, maar die is ook weg. Hello people! We hebben even een scooter gekant op. Ga je nu een scooter? Ja. Dat is ergens. Hier ergens. Er zijn niet zoveel mensen, maar ik denk wat is dat? Ja, hier. Ik heb hier gehaald. Hij is net te gek. Die is echt net te gek. Hey, ik ga wel voorzichtig hebben. Ja, ja. Hey, waarom kom je hier lachen? Hij rijdt gewoon voorzichtig. Hey, hey, rustig. Ja, ik rijd. Grote dingen! Die kruiden er nog
Oh, weerbeet! Lampen liggen, hij. Oh, ze gaan die berg op. En mij hoeft hij wel rekening. Nee. Ik wou niet, maar hij doet maar Rick gewoon. Rick vindt het echt heel eng. Een tijdje thuis, hebben we net lekker pizza retten gedaan, dus we hebben echt heel erg lekker gegeten en ik heb nog een half koekel, maar daar zit ik echt heel erg vol van. Ik zit nu in bed en ik ga mijn video editen om hem morgen online te zetten, dus ik ga mijn vlog afsluiten. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Als jullie hem leuk vonden, doe dan een duim omhoog, laat het weten in de reacties en dan zie ik je weer bij een nieuwe video. Doei doei!